De Surinaamse gemeenschap heeft gewacht op dit moment om weer Oroyari uitbundig te kunnen vieren. Dit zegt Gino Revos, voorzitter van Stichting Oroyari Fissa, Oroyari Fest aan onze redactie. Bij de planning van de viering is rekening gehouden met een massale opkomst uit voorzorg als het storm zou lopen. Dat merkten we al vooraf. Ik bedoel, wij houden ook wel van een leuk feestje, dus 2 jaar thuis zitten, dat vond niemand leuk, dat is een feit. En we merken het ook al in de reacties op social media, dat mensen echt wel enthousiast waren om te komen. Maar tot nu toe, het verloopt ordelijk. Ik heb nog geen calamiteiten binnen gehad. Het is gezellig, goede sfeer, rustige sfeer. Dus als het zo door de dag heen gaat, dan gaat het echt een gezellig feestje worden. Een beetje onduidelijkheid over glazen flessen. Mensen hebben een beetje geklaagd over het feit dat ze geen glazen flessen mogen meenemen. Maar de meeste mensen kopen wel drank in, dus glazen flessen. Wat is precies het geval? Nou ja, glas vormt op een heleboel verschillende manieren een gevaar. Men kan erop trappen. Men gebruikt het bij gevechten. Sommige mensen gooien het in de lucht. Heel veel gevallen bij de EHBO zijn gewoon gebaseerd op glas. Dus samen met de politie, het commissariaat, de DC, hebben we gezegd we gaan werken aan een plan om glas zoveel mogelijk weg te werken. Dus wij als organisatie hebben al sowieso geen glas in de bar. Toch, we gaan alvast zelf het goede voorbeeld geven. Revos verzoekt bezoekers om vredelievend te zijn en netjes om te gaan met hun afval. De redactie sprak ook enkele bezoekers van het Oroyari Fest. Vakantiegangers zeggen te hebben gewacht op de unieke oudejaarsviering in de binnenstad, die 2 jaar na de COVID-19-pandemie weer een feit is. Ja, op dit moment is de sfeer fantastisch. We vermaken ons prima, het weer is goed. We zijn op vakantie uit Nederland hier in Suriname, dus ja, qua omstandigheden is het, kan het niet beter. Mooi vuurwerk, blije mensen en ja, het kan niet op. Ja, ik heb het al wel een keertje eerder meegemaakt. Maar het is gewoon heel gezellig. Iedereen is vrolijk en rustig en gezellig. Dus het is goed. En wat vindt u zelf? Een beetje hetzelfde. Het is gewoon heel veel drukker dan in Nederland. Het is allemaal hard vuurwerk, veel meer gezelligheid. En iedereen doet mee. Dat heb je in Nederland ook niet. In Nederland zijn het alleen de jongeren die het vieren. Hier doet echt de hele familie mee. Ik vind het heel goed. Want ik heb 2 jaren lang gewoon thuis gezeten. Dus nu uiteindelijk kom ik genieten. Enkele bezoekers van het Oroyari Fest gaven aan dat zij de kerstdagen wel iets rustiger hebben ervaren dan de voorgaande jaren. De bedoeling is dat zij het nieuwjaar vandaag daarom feestelijk inluiden.